Wat zou Mark van Bommel doen als zijn vriendin voor Ajax is? En wat voor pyjama draagt Jorginho Wijnaldum 's nachts? Dat zijn vragen die gisteren zijn gesteld tijdens een persconferentie van PSV. En dat was er niet zomaar één. Kinderen van de PSV Foxy Club die een prijsvraag wonnen, die mochten een vraag stellen aan hun grote helden. Van Bommel, Wijnaldum en assistenttrainer Ernest Faber. Gerio Wijnaldum, mijn lievelingseten is spinazie met ei. Wat is jouw lievelingseten? En mag je dit voor de wedstrijd eten? Ik vind heel veel dingen eigenlijk heel lekker. Mijn oma die kookt heel vaak voor mij. Maar als ik toch iets moet kiezen is het toch rijst met bruine bonen. Ongeveer 20 kinderen hadden geluk en mochten hun vragen stellen. De jongste PSV-fans waren allemaal in hun nopjes. Ze staan niet elke dag oog in oog met hun idool. Wat vond je ervan? Leuk. Vond je het spannend? Nee. Nee, durfde je het allemaal wel? Ja. Ik vond het een goede persconferentie. Er waren duidelijke antwoorden en ook goede vragen. Ik vond het leuk. De spelers werd het vuur aan de schenen gelegd. Het waren natuurlijk geen alledaagse vragen die ze voorgeschoteld kregen. Het zijn toch andere vragen als dat je van journalisten gewend bent. Maar daarom is het wel des te leuker eigenlijk. En die vragen die liepen nogal uiteen. Hoe heb je geprobeerd om bij PSV te komen? Waarom Mark van Bommel weer in Nederland is komen voetballen en niet nog inderdaad in Italië? Hoe is het om twee keer achter elkaar een vervelende blessure te hebben zoals Erik Pieters nu heeft? Wat de spelers toen in de rust. Mark van Bommel was verrast door de vragen, maar de allerleukste die kon hij niet benoemen. Er zijn er wel een aantal langskomen. Dat schiet me nou niet 1, 2, 3 te binnen. Maar het is gewoon leuk als je vragen van kinderen krijgt. Die zijn gewoon heel spontaan en heel eerlijk. En als je dan gewoon een leuk antwoord geeft, dan zijn ze heel snel tevreden. Na de persconferentie kregen de jonge journalistjes in Spee nog wat drinken en mochten ze bij de spelers langs voor een handtekening. Maar hoe zat het nou met die pyjama van Wijnaldum? Meestal val ik in slaap op de bank. Dan heb ik gewoon mijn normale kleren aan. Maar dan doe ik, daarna doe ik een korte broekje en een shirtje aan. Maar niet een PSV-pyjama.